Maar vind je nou wel wat of vind je nou niet wat dit allemaal? Nou, het is leuk, man. Nee, ik ben niet echt... Dat staat te huppelen, moet ik eerlijk zeggen. Iedereen is voor je uitgelopen, man. Komt Raymond van het Groene, wat komt voor je zingen? Ja, maar ik bedoel, kijk, het gaat over de boek. En ik heb gewoon gezegd van, nou, schrijf dat boek, maar ik wil er niks mee te maken hebben. Daarom zat je ook bij Jeroen Pauw van de week zeker? En ja, toen heeft hij me een jaar met rust gelaten. En ineens deze week is het ineens overal naartoe. Ja, dit voelde ik aankomen, omdat een heleboel mensen... Die kennen, ja, die kunnen toch een smoel niet houden. Dus je voelt dat er gaat iets gebeuren. En gisteren bel ik Nicky op, Nicky van der Gijp. Die zegt, kom je halen om 12:30? Ja. Maar nou, die is mail op, die wist er ook van, weet je, want die staat hier ook. Dus. René is nog nooit zo vroeg uit zijn bed geweest. 100%. Dus ik lach me kapot. Maar naast de Tweede Wereldoorlog is er over niemand zoveel geschreven als over jou. Dus nu het vierde boek over jou volgens mij. Hoeveel boeken komen er nog? Nee, dat is nou twee. Gezeik en dat zijn die twee waar ik al mee gewerkt heb. Hier heb ik zweer het je, Wilfred, ik heb niet met hem gesproken. Nee. Dus er zijn wel bij mensen gegaan, hè? Ja, die hebben een heleboel dingen over me gezegd, blijkbaar. Want lezen ga ik het echt niet. Nee, ik lees nooit van mezelf. Ik ga heel een boek over mezelf lezen. Maar begrijp je niet waarom al deze mensen dit zo bijzonder vinden? Dat jij een bijzonder mens bent, begrijp je dat? Nou, kijk, ik profiteer van een heleboel mensen ook hier. Ik niet, maar... Mensen voor goede doelen, dan ga ik naar mensen toe. Weet je, jullie zijn wel te dolle zonder mij. Over Jaco, over DLM of over CSU. Maar als ik naar die mensen toe ga en ik vraag wat, ja dan. Ze hebben dan nooit nee gezegd. En maar dat doen ze toch ook omdat jij Jan bent. Je bent een heel bijzonder mens. Besef je dat soms wel? Dat was het ook weer. Pietje Bel, hè? Was het ook zo. Je bent een bijzonder mens. Nee, joh. Nee, Dick Trom was dat. Dat was Dick Trom. Nou ja, dat zou kunnen. Nee, maar... Ik bedoel, let op bestuur en zo. Ik heb het... Kijk, ik heb het net gezegd. Ik ga mijn zin me kapot. Maar ik dacht dat Johan ermee ging stoppen bij jullie. En dat gaat door. Nou, als er eentje gelukkig was, was ik dat doorging. Want ik ga aan mijn zin me kapot. En ik weet dat ik af en toe voor Joko word gezet. Is dat zo? Ik hoorde Lydia net ook zeggen tegen iemand anders. Ja, bij dat programma wordt hij nog een beetje als karikatuur neergezet. In dit boek wordt hij echt puur neergezet. Vind jij dat ook, dat je karikatuur bent bij ons? Nee, dat vind ik niet. Nee, helemaal niet. Wij zijn toch allemaal een beetje karikatuur, Jan? Ja, dat wel, maar dat helemaal niet. Maar ik weet wel dat ik af en toe een opvangknuppeltje ben voor jullie. Dat ik af en toe voor jullie hoor wat gezegd. Dat weet ik wel. Maar ik amuseer me kapot. Dus, en als je er niet tegen kan, moet je niet bij jullie gaan zitten. En wat ga je nu doen? Feest vieren in de Kuip zometeen? PEC natuurlijk, altijd leuk zo'n wedstrijdje. Ja, altijd moeilijk. Dus dan gaan we naar de PEC Zwolle kijken. Ja, want ze gaan jou ook waarschijnlijk de middenstip op... Ja, daar. Nee, echt niet. Nee. Het hele stadion gaat voor je zingen zometeen? Ja. Nou, dan ga ik gelijk naar huis, Juna. Dan ga ik naar huis. Ja, echt, dan ga ik naar huis. Dat wil je echt niet? Nee, echt niet. Nee. Ik ga altijd normaal in mijn hoekje zitten. Maar ik denk, nou, bij CSU blijf zitten, achter het glas, dat niemand me ziet. Toch denk ik, en dat denk ik namens al deze mensen, maar ook heel veel mensen thuis, dat mag zeggen, Jan, we houden van je. Echt waar. Dat meen ik serieus. Nou, dat is mooi. Het is open. Maar ik weet ook dat een heleboel mensen bloedhekel aan hebben. Ja, tuurlijk wel, man. Dat kan niet altijd met dat programma. Nee, en jou heeft niemand een hekel. Geloof dat dan maar. Ah, ja. Nee, maar ik zei... Ja, kijk, geniet er nou een beetje van, man. Kom op. Ja, dat is goed. Fijne dag toegewenst. Ja, dank u wel. Ja, het wordt een klote dag als Feyenoord verliest natuurlijk. Ja, dan wel. Ja, maar ja, daarom zeg ik het altijd moeilijk. Altijd moeilijk. Nou, stort je in het feestgedruis met al je vrienden. Pak ze beet, hè. Knuffel ze. Ja, even. Oké. Ik heb je toch al geknuffeld. Ik heb je toch al geknuffeld. Ik rot toch op, jongen. Dankjewel, joh. Ja, oké.